Ik wil eens eventjes kijken wat deze meneer mij te leren heeft. Zo moeilijk! What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En we gaan weer lekker verder met onze Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. Even mijn Pokémon healen, want we zijn aangekomen bij de gym van Koga. Maar eigenlijk denk ik dat ik daar nog niet sterk genoeg voor ben. Want Koga's Pokémon zijn allemaal level 43, 44. En als je kijkt naar mijn team, zie je, level 35. Ja, alleen Eevee kan het misschien aan, Pixie. Maar voor de rest denk ik dat ik mijn Pokémon nog even moet trainen. En ik wil eens eventjes kijken wat deze meneer mij te leren heeft. Hij kent Sappy Seed. Eens even kijken wat Sappy Seed doet. Want het lijkt erop dat ik daarmee healing terugkrijg. Oeh, dit wil je wel. Dit is Leech Seed, maar tegelijkertijd is het ook nog eens een aanval. Oh, dat wil ik. Maar in plaats van wat? Want Psychic en Dark moeten we eigenlijk wel onthouden. Even kijken wat hij nog meer heeft. Want hij heeft ook een ice move. En ik denk dat ik daarmee mijn tegenstanders bevries. Kijk, Freezy Frost. Oh nee, oké, nee. Het bevriest mijn tegenstanders niet. Oké. Het elimineert eigenlijk al de stat changes van mijn Pokémon. Of van de tegenstander. Nee, dan ga ik die toch niet leren. We hebben hier Sizzly Slide. Dat is een Fire-type move. En die burnt de tegenstanders. Die hoef ik niet te leren. Want we hebben natuurlijk Pixie in ons team als Fire-type Pokémon. En we hebben hier nog Sparky Swirl. En dat is... Is dat Fairy of zo? Ja, dat is Fairy. Oh, oké. Dit hield dus alle status conditions van mijn Pokémon. Oeh, dat is ook wel nice. Want dit is wel lastig hoor. Welke moet ik nou leren en welke moet ik nou weghalen? Want Buzzy Buzz is de enige electric type move die ik ken. Dus tegen alle flying type Pokémon heb ik eigenlijk wel Buzzy Buzz nodig. Tenzij Lapras natuurlijk een ijsaanval gaat leren. Maar ik moet ook nog tegen Blaine en dan heb ik ook een water move nodig. Zo moeilijk! Oké, weet je wat? Ik laat het nu even zo. Ik moet eerst Koga maar eens zien te verslaan. Kan ik mijn Eevee niet gewoon 8 moves leren of zo? In ieder geval wil ik eventjes mijn Pokémon dus gaan trainen. En dat gaan we hier doen op deze route. Even kijken trouwens of hier nog een assistentje boven staat. Dan krijg ik nogal wat van de assistent. Dus even kijken. Hallo assistent. Oh, we moeten 50 Pokémon hebben. Nee, dat hebben we niet. We hebben er net 30. Oh, trouwens. Dit is weer een nieuwe route. Dus we mogen hier weer een nieuwe Pokémon gaan vangen. Welke Pokémon zal het zijn? Let's go. Het is een Weepinbell. Ik wil die Tauros. Ik wil die Tauros. Maar Weepinbell kwam letterlijk een halve seconde eerder. Dus ik moet die Weepinbell vangen. Oh my gosh, waarom zit het nou niet mee? Die Tauros zou eigenlijk ook alleen maar voor de XP zijn. Want Snorlax is denk ik wel beter dan Tauros. En we hebben dus al normal type Pokémon in ons team. We hebben een tweede Weepinbell gevangen, jongens. We hebben een nieuw spruitje. Spruitjes broeder. Level 39 is die ook, jongen. Troll en Queen gaan naar leveltje, mogen naar level 40. Dat is een super relaxed. Ah, wel super zonde van die Tauros, jongens. Trouwens, als we ooit een shiny Pokémon tegenkomen, dan mogen we die gewoon vangen. Is dit... Hallo, waarom loop jij tegen mij aan? Kijk, af en toe zie je van die glinstertjes om een Pokémon heen. Dan zou je bijna denken dat die dus zeldzaam is, dat het de shiny is. Maar dat is hij niet, dat kan je checken. Als er nu zeg maar sterretjes vanaf zouden komen, dan zou dit een shiny Pidgey zijn. Maar dat is hij dus niet. Ook gewoon een Chansey hier. Oh my gosh. Kijk wat hij allemaal langskomt. Kijk, deze Tauros is zo vet. Oh. Doei Tauros. Oh, dit is zo jammer. Maar in ieder geval kunnen we hier onze Pokémon even gaan trainen. We moeten hier tegen een Birdkeeper. Dus laten we gewoon even Lapras gaan uitproberen. Lapras kent namelijk al Ice Shard. En dat is super effectief tegen Flying-type Pokémon. Let's go Birdkeeper Edwin. Stuurt er een Dodrio uit. We moeten wel uitkijken, want Dodrio's attack is wel dik in orde. Tsunami! Let's go! Level 39 tegen level 35 ook echt, hè. Het is een level 35 Pokémon. Wij kennen trouwens ook Thunderbolt. Dat hebben we natuurlijk geleerd. Ja, dat is waar ook. Jump Kick, doet dat pijn? Oh, dat is ook super effectief. Oh, hij kent Fighting type moves natuurlijk. Jemig, dat is een probleem. Maar ik denk dat Eevee het op zich wel kan handelen. Ook al zijn die Jump Kicks ook super effectief tegen Eevee. Ik denk dat jij het wel aan kan, toch? Jump Kick, super effectief. Bijna de helft van mijn HP eraf. Ik ben sowieso wel sneller. Met een Buzzy Buzz moet het wel gaan lukken, denk ik. Kom op, Eevee. Oh ja, gelukkig, man. Krijgen we nog moeite met een Dodrio ook, hè? Kent hij opeens Fighting Attacks? Gek Pokémon. Zo, even mijn Pokémon geheeld. Ah, oh, wat lopen hier toch een vette Pokémon rond, hè? Hier op deze route. Man. Die Tauros sowieso wel tof. Oh, een Growlithe. Oh, nee, dit is ook niet goed voor Lapras. Ijstypes hebben wel veel weaknesses. Dat is wel echt balen. Moeten we toch weer teruggrijpen op Eevee met Bouncy Bubble? Ja, Bouncy Bubble is een move die ga ik sowieso niet vergeten. Hij doet even Outrage. Maar Bouncy Bubble is een move die ik niet kwijt wil. En Buzzy Buzz eigenlijk dus ook niet. Dus dan moet of Glitzly Glow of Baddy Bad weg. Maar dan moeten we eerst de gyms van Koga
En de gym van Sabrina moeten we eerst even zien te verslaan. Want daar hebben we die twee moves juist voor nodig, voor die gyms. Maar ik vind die grastype move ook wel heel interessant hoor, voor Eevee. Want dat helpt ook de rest van je team gelijk mee. Hoppakee, Eevee naar level 45. Maar als je dus die move doet, diezelfde effect heeft als Leech Seed, en je houdt je Eevee terug en je stuurt de andere Pokémon eruit, dan krijgt hij ook die healing van die move van Eevee. Dus dat is echt heel nice. Dus daarmee help je je team ook gewoon best wel goed. Bijvoorbeeld de Snorlax die al niet kapot te krijgen is, die krijgt dan ook nog elke keer een klein beetje healing terug. Dat is echt insane. Een super sicke combo. Maar goed, laten we eerst eens eventjes de gym van Koga gaan proberen te fixen straks. Hoppakee. Ja, die Growlithe die zijn niet echt meer partij voor Eevee. Sowieso is Eevee echt zwaar OP. Daarom wil ik de rest ook gaan trainen. Maar ja, dan moeten we wel even de juiste Pokémon tegen ons krijgen. Let's go. Pokéballetje oppikken. Een Hyper Potion. En dan gaan we door. En dan hebben we hier weer van die ruige boys, jongen. Hallo, ruige boy. Ruige boy Alex heeft een Arbok. Arbok. Dit zou misschien wel goed moeten kunnen komen. Ik heb geen moves die super effective zijn, maar oké. Okay. Laten we even een Thunderboltje proberen. Hij doet Barry Hayes. Daar heb je niet zo heel veel aan het begin van een battle eigenlijk, Arbok. Dat moet je pas later in de battle doen. We kijken welke move sterker is. Of Thunderbolt beter is of Ice Shard. Ice Shard is natuurlijk van het type wat die is. Nu krijgen we Glare. Ja, en dat is balen. Nu zijn we dus paralyzed. Zullen we door met Dragon Pulse? Hij doet nu een Poison Jab. Dat is best wel een pijnlijke move op zich. Ja, let's go. Oké, wij doen Dragon Pulse. Dat is top. Kabliggy Blam op je bakkes. Ja, volgens mij was Thunderbolt nog het sterkste dan. We krijgen nog een keer een Poison Jab. Nou hoop ik dat ik niet paralyzed ben, anders moet ik alsnog gaan switchen. Ja, oké. Paralyzed. Dat is ook niet zo heel gek, want mijn level is gewoon nog te laag level voor nu, man. Level 35. Want de tegenstanders zijn allemaal sterker. Dan ga ik weer even een klein beetje HP terughalen bij die Arbok met een Bouncy Bubble. Is niet super effective, maar ik sloop hem er wel gewoon mee natuurlijk. Thank you voor de HP. En dankjewel voor de XP, Arbok. Ik heb trouwens een nieuw microfoon, dus het kan zijn dat... Ik heb trouwens een nieuwe audio interface, dus het kan zijn dat ik iets anders klink dan normaal. Ik heb nog wel dezelfde microfoon, maar ik heb dus nu andere filters moeten gebruiken. En volgens mij klinkt gewoon dik prima. Nou, daar gaan we weer. Moeten we weer healen. Door naar de volgende gast. Ernest. Hallo, Ernest. Een Primeape. Oh nee, dat is ook alweer crap. Jongen. Het gaat nog niet van harte allemaal met Lapras. Ik stuur Troll er eens even uit. En dan hoop ik dat hij een fighting type move doet. Hallo. Nou weet ik niet of hij mij kan raken. Dus ik doe maar gewoon Mega Drain voor de zekerheid. Oh, ik ben sneller sowieso dan Primeape. Ga je mij met een andere move kunnen raken? Kijk, ja, U-turn. Oké. Okay. Doei. Later. Zie je zo. Nu een Mak. Troll, Shadow Ball. Mak heeft wel hogere defense. Die ga ik niet heel snel slopen, denk ik. Oké. Zijn special defense is naar beneden. Hij doet Acid Armor. Gaat dan zijn special defense? De normale defense gaat omhoog. Dus als het goed is, ga ik het nu fixen met Shadow Ball. I guess. Yes, lekker. Hoppa. Ja, die Troll die komt er ook wel lekker in. Als er straks een Gengar is, jongens. What? Dan is het een sicke Pokémon. Hij gaat weer terug naar zijn Primeape. Hallo, Primeape. Dan ga ik gewoon nog een keer Mega Drain doen. Dan zijn we in ieder geval weer full HP. Wat ga jij nu doen, Primeape? U-turn weer. Maar ja, je kan niet meer terug. Dus ja, jammer man. En dan maken we het af met een Dark Pulse. Ondanks dat not very effective is, maakt helemaal niet uit. Snorro is een leveltje omhoog naar level 36. Kijk, nu hebben we nog een andere route. Dus als we nu weer een Pokémon tegenkomen op deze route, dan mogen we die ook gewoon vangen. Ik ga eerst dat eens even checken. Gaan nog een lure gebruiken. Ja, gaan we hier naartoe. Moeten we hier even nog twee trainers zien te verslaan? Of ja, trainers. Vinden jullie dat zij zichzelf trainer mogen noemen, jongens? Want ik weet het niet, hoor. Ik vind dit niet echt trainers. Ik vind dit gewoon stoere guys of zo. Nou ja, zijn niet echt heel stoer. Ze proberen stoer te zijn. Trouwens, even mijn gezicht wat dichterbij gezet voor jullie. Misschien is dat wel nice. Hoppa, Weezing! Wat vinden jullie trouwens van Galarian Weezing? Hij is deze week aangekondigd. De Galar-versie van Weezing. Ik vind hem echt super episch. Het is een Poison en een Fairy-type. Ik vind hem echt geweldig. Oké, let's go, Tsunami. Pak die Weezing. Oh, hij doet Toxic. Nee, doe nou niet. Nou, niet zo vervelend. Ik weet het niet, man. Ik weet het nog niet helemaal 100% zeker met deze Lapras. Clear Smog. De poison wordt natuurlijk wel steeds erger. Ja, ik denk dat ik mij gewoon moet gaan wisselen. Ja, het is heel irritant dat ik weer moet gaan wisselen. Maar anders is mijn Lapras straks dood, jongens. En dat willen we niet. Kom op, Eevee. Het wordt tijd dat Lapras even wat betere moves leert. Lapras moet gewoon Blizzard leren, jongens. Oh, Weezing is net niet dood. Shit, hé. Echt net niet. 1 HP'tje over. Oh, nee. En dan is mijn Eevee ook gepoisoned. Man. Hou eens op. Waarom moet je me poisonen? Je hebt nog freaking 1 HP op 1 Pokémon over. Het slaat nergens op. Oh, kijk eens. Eevee is niet gepoisoned, want Eevee hield zichzelf gewoon. Lekker, man.
Perm, laat hij wie zing. Ik denk, ja, kijk, we krijgen wel lekker wat XP. 544 XP voor Lapras. Zo, Lapras weer geheeld. Door naar de volgende trainer. Roughneck Zeke. Gooit een Machoke. Hallo, Machoke. Kunnen we die Machoke dan wel aan, jongens? Hè? Kunnen we deze wel aan? Ja, Thunderbolt is toch mijn sterkste aanval, hoor. Heb ik het idee. Submission, dat gaat pijn doen, altijd. Woe, super effective natuurlijk. Rol, deze is voor jou, jongen. Duw jij even met deze fighting-type Pokémon. Hoppakee, dat raakt ons niet. Gaan wij lekker voor Mega Drain. Ah, is die weer net niet dood. Lukt steeds net niet. Oh, ga jij even bulken, joh. Tuurlijk, je bent bijna dood. Ga lekker bulken, man. Roll, Shadow Ball. Later, Machoke. En dan mogen we nu een nieuw Pokémon vangen op deze route. Ah, nou, hier spant ook niet echt heel veel bijzonders. Ik wil deze Pidgey trouwens niet, hoor. Doe dan maar een Venonet, want die spande tegelijk. Dan wil ik die Venonet wel hebben. Hallo. Venomot is trouwens best wel een nice Pokémon. Die is best wel goed. 2, 3. Ja, nee. Doe eens rustig, joh, Venonetje. Rustig. 1, 2 en 3. En... ja, kijk, nu hebben we hem wel. Venonetje erbij. En zijn ogen zijn radars. En eigenlijk zijn het allemaal kleine oogjes. En dat schijn je dan te zien in het donker. Nou, oké. Ik had hoge verwachtingen van deze route waar we dus 2 nieuwe Pokémon mochten gaan vangen. Maar ja, het zit niet echt mee tot nu toe. Dus ik denk dat we dat gewoon moeten doen met het team wat we nu hebben. Kijk, nu spant er wel een Venomoth, hè. Zou je altijd zien. Net met die Tauros en nu weer een Venomoth achter me aan. Oh. Ach ja. Beetje vertrouwen hebben in mijn huidige team. Een Magmar, ja. Die gaat ook mijn Lapras weer smelten. Ah. Ik kan dus niet tegen vuur, vecht, steen en staal Pokémon. Dat maakt het allemaal wel een lastig verhaal. En zo moet Eevee ons toch maar weer komen redden dan. Met die bouncy bubble move waar we heel veel aan hebben. Ook Magmar overleeft het trouwens wel gewoon. En nu is die wel kapot. Later. Pixie groeit ondertussen naar level 41. Op level 45. Leert Hunter nog Dream Eater. En dat is een move waarbij je de helft van de HP van je tegenstanders opeet. Maar het ding is, je tegenstander moet slapen. Anders werkt het dus niet. Nou kent mijn Hunter dit moment geen move waarmee die tegenstanders in slaap zust. Kan je op het einde wel weer terug leren. Maar twijfel dus een beetje of ik die moet leren. Ook dit is weer geen ideale tegenstander dus voor mijn Lapras. En eigenlijk moet ik Lapras dus steeds terughalen. Jongens, Lapras zorgt voor een dilemma. Ik wil heel graag Lapras gebruiken, maar het lukt gewoon niet. Omdat er zoveel Pokémon zijn waar Lapras niet goed tegen is. Door zijn ijstype. Dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Dit is het dilemma van Lapras. Wat dat betreft kan je gewoon beter een watertype Pokémon naast je hebben. Maar ja, straks tegen de Elite Four kunnen we Lapras wel weer heel erg goed gebruiken. Als we tegen Dragon-type Pokémon moeten battelen. Lastig dit. Nu dan, tegen Raticate. Kan jij je tegen Raticate? Raticate doet Sucker Punch, dankjewel. Gooi ik bij jou een Thunderbolt op je bakkes. Ja, net weer niet de helft van zijn HP eraf. Nog een keer een Sucker Punchy. Nog een keer een Thunderbolt. Ga je deze Raticate dan verslaan, Lapras? Ga jij het gewoon doen? Ondanks dat je langzamer bent dan Raticate. Je gaat het doen, hè? Nou ja, we weten niet of die langzamer is dan Raticate. Want Raticate doet Sucker Punch. Die gaat altijd als eerst. Maar... kijk eens, Lapras verslaat gewoon een Raticate. Hier, nog een Raticate voor je. Ga je die ook verslaan, Lapras? Die doet Crunch. Ik vind het wel een beetje tricky worden nu qua HP. Dus ik ga maar even een Hyper Potion gooien op Lapras. En dan mag je weer doorgaan, jongen, met je Thunderbolt. Oh, Raticate is sowieso wel sneller, want zijn Crunch gaat ook eerder dan mijn Thunderbolt. Nog een keer een Crunchy. En nog een keer een Thunderboltje. Kom op. Ja, pak hem. Goed zo! En dan is Lapras alweer bijna level 37. Ik heb wel echt al heel veel healing items gebruikt nu hoor voor Lapras. Donald! Donald Duck, de birdkeeper! Dit moet wel te doen zijn toch Lapras? Ik bedoel, je Thunderbolt doet best wel pijn. Drillpack, ik hou mijn hart vast altijd jongen met dat soort moves. Ik dacht heel even dat ik gewoon one-shot werd. We doen wel bijna Pharaoh one-shotten, maar ja, bijna is het net niet helemaal. Nog een keer een Drillpack. Oké, Pharaoh kunnen we hebben. Nice. Dat is ook super chill. En dan switchen we even naar Eevee. En laten we die Pidgeot even buzzy bussen. Kijk, hoppakee, hij is paralyzed. Nice. Zo, 841 XP. Dat is behoorlijk wat. Wat vind je, Ninetales? Heb je berries gevonden voor mij? Een Nanaberry. Nee, we hoeven niet nog meer lures te gebruiken. En dan hebben we nog een vogelman. Vogeljongen in de building, jongen. Pidgeotto. Kan je Pidgeotto wel one-shotten met je Thunderbolt, denk je? Eerst even de R-slash verwerken. Kom op. Thunderbolt! Nee, ook niet. Het one-shotten lukt nog niet, maar het is niet zo heel gek, want die Pokémon zijn allemaal hoger level dan wij. Dus dat is niet zo heel raar, hoor. In ieder geval, two-shotten we Pidgeotto wel. Ben ik benieuwd, gaat Lapras al een leveltje omhoog?
Nee, nog niet. Dan mogen we nu weer tegen Pharaoh. Gaat hij weer die drill move doen? Oh, hij doet meer. Hij doet mirror move. Oh, jeetje. Ik was even bang, jongens. Ik was echt even bang. Ik denk, we hebben nu echt een heel groot probleem. Maar het viel gelukkig mee. Oh, hij doet roost. Ah! Pharaoh, doe eens niet zo vervelend. Wij gebruiken wel gewoon Thunderbolt. Misschien hebben we hem toch wel down dan. Nee, we hebben hem niet down. Pharaoh gaat moeilijk doen. Potverdorie. Nou, dan doen we even Ice Shard. Kijken of Ice Shard beter gaat. Yes! Lekker, Lapras. Lekker. Oké. Dus Flying-type Pokémon kunnen we op zich wel aan met Lapras. Dat betekent dat we eigenlijk die elektrische move bij Eevee misschien wel weg kunnen halen. Nu begint het interessant te worden. Want nu zouden we dus misschien inderdaad wel de moveset van Eevee aan kunnen gaan passen. Ik ga dat in ieder geval niet doen voor de gym van Koga. Want in de gym van Koga hebben we letterlijk niks aan een grastype move. Oh, ik kan geen Thunderbolt meer doen nu. Ja, dat is waar ook. Thunderbolt is op. Dan moeten we nu door met Dragon Pulse. En dan wordt hij ook nog gedisabled. Ja, lekker dit. Ice Shard is natuurlijk niet super effectief. Nee, dat gaat helemaal niet goed juist. Psybeam krijgen wij dan op onze bakkes. Ja, nee, dit is niet zo handig allemaal. Doe ik maar even een Confuse Rage dan of zo. Kijk, Psyduck die gaat zichzelf slaan. Dat is top. Lekker dit. Mijn ene move is op en de andere move is geparalyzed. Gelukkig doet Psyduck ons niet zo heel veel pijn. En daar ging die. Eevee groeit met die weinige XP naar level 46. Koi Queen naar level 41. En nu moeten we tegen Dugtrio. Dat moet op zich wel lukken met onze ijsaanval. Het is alleen te hopen dat hij niet opeens een steenaanval kent. Want dan hebben we wel een probleem. Kom op, Ice Shard. Dugtrio's defense is niet zo hoog, jongens. Dit kunnen we. Hij doet Slash. Die overleven we ook. Sowieso. Het lijkt er wel op alsof Lapras dat hij heel veel puntjes erbij krijgt als hij een level omhoog gaat of zo. Want nu die level 37 is, gaat het een stuk makkelijker dan toen hij level 35 was. Ik heb nu heel eventjes nog Snorlax vooraan gezet, zodat we ook nog eventjes met Snorlax kunnen gaan battelen. Dit is echt de trainingsaflevering om ons een beetje klaar te stomen voor de gym van Koga. En Snorlax krijgt te maken met een Flareon. Het is maar goed dat we net gewisseld hebben. En Headbutt is best wel nice van Snorlax. Leg een Firespin op ons hoofd. Wij doen Headbutt op Flareon. Kijk eens, jongen. Oh, Snorlax is... Volgens mij heb ik ook gewoon een hele goede Snorlax weten te vangen. Kijk, en nog een keertje Headbutt, dan is het gewoon al gelijk klaar, joh, voor die Flareon. Dat is insane. Dat is echt insane. We hebben echt een tankteam, jongen. Met Snorlax, met Nidoqueen straks. Lapras is ook best wel een tanky. Eevee begint onderhand ook tankachtige abilities te vertonen. Ziet wel zitten met al deze tanks. Hoppa. Parry gooit er even een Growlithe uit. Kom op, Snorro. Okay, die Outrage move, die deed op zich best wel pijn. Dat moet ik ook zo eerlijk in zijn. Dat doet hij gewoon nog een keer. Ja, dat is op zich wel oppassen geblazen. Nu is hij wel confused. Maar ja, dat maakt niet uit, want met die headbutt gaat hij sowieso neer. Doei, Growlithe. Mogen we nu tegen Nidorino? Die doet een Fury Attack. Oh. Ga je me nou 5 keer raken? Dat duurt altijd zo lang. Stop. Dankjewel. Dankjewel, Nidorino. Toppie. Ik denk dat we gewoon eens even gaan slapen met Snorlax. Nidorino doet de Horn Attack. Dan gaan wij lekker slapen. Krijgen we al onze HP weer terug. Moeten we 2 beurtjes wachten en dan kunnen we weer verder vechten. Lekker slaapje doen met Snorro. Dan doet hij 2 keer Horn Attack waarschijnlijk nu. En dan mogen we weer. Yes, nog een keer Horn Attack. Maar je ziet het, we hebben nu veel meer HP over. De volgende beurt worden we al wakker. Hij gaat nog een keer voor Fury Attack. En dan worden we wakker en dan finishen we Nidorino met een Headbutt. Bam. Ja, die rest, die moet je nooit vergeten voor Snorlax. Die moet je altijd gewoon erbij houden. Rest is echt ideaal voor Snorlax. Helemaal in combinatie met een move als Double Edge bijvoorbeeld. Double Edge doet namelijk super veel damage, maar het beschadigt jezelf ook een beetje. Dan maakt dat voor Snorlax niet zoveel uit, want die heeft toch super veel HP en een goede defense. En dan kan je gewoon weer rustig gaan slapen op het moment dat je jezelf damage hebt gedaan. Oké, ik doe nog 1 battle. En dan is het wel weer mooi geweest voor deze aflevering. Laat me even weten sowieso wat jullie van Laat me sowieso even weten wat jullie nu van Lapras vinden. Hè? Jullie wilden allemaal Lapras heel graag in mijn team. Ongeveer 70% van de mensen die gestemd hebben, stemden voor Lapras. Dat is echt veel. Dus ja, zijn jullie nog steeds tevreden over Lapras? En over Snorlax. Hè? Ik vind Snorlax echt een dikke baas. Lapras moet nog een klein beetje aan wennen af en toe. Maar gaat ook wel steeds beter volgens mij. Lekker Snorro. Krijgen we nog een crunchy. Ja, maar dat maakt allemaal niet zo uit. Want Snorro die kan superveel hebben. Kijk maar. Hoppakee. Doei Golbat. Mazzel. 503 XP, bijna een level omhoog, net niet. En dan gaan we de volgende keer nog eventjes deze kant op. Gaan we hier naartoe en gaan we hier nog battelen met een aantal trainers. Maar voor nu was dit de aflevering. Ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Doe zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Laat me ook even weten hoeveel hype er is voor Pokémon Sword en Shield. Want die gaan we sowieso ook op dit kanaal spelen. Abonneer op mijn kanaal als je dat ook wil zien. En als je Minecraft wil zien, Mario Maker, Pokémon, Nintendo. Abonneer, rode knop. En volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video.